Kundalini Yoga is een van de meditatieve vormen van yoga die een aantal bewegingen, concentraties, geluiden en ademhalingstechnieken bevat. Kundalini Yoga richt zich op spirituele groei. Het richt zich op het openen van de chakra's. Dit woord chakra komt van het Sanskriet en betekent view. Kundalini is een ander woord uit het Sanskriet en betekent opgerold. Kundalini ligt volgens het Kundalini-yoga-systeem opgerold in het achterste deel van de basischakra. Kundalini-yoga doet de energiegevende chakra's ontwaken en de energie stijgen van de onderkant van de wervelkolom naar de andere chakra's, terwijl de Kundalini-energie door elk van de chakra's stroomt. Het openen van de hogere chakra's staat voor vergevorderde spirituele groei. Maar de lagere chakra's zijn even belangrijk, omdat de chakra's van beneden naar boven moeten worden geopend. We hebben zeven hoofdchakra's. De kruinchakra op de bovenkant van het hoofd wordt gezien als de meesterchakra, die de andere chakra's controleert. De chakra's hebben een sterke relatie met het klierstelsel en de zenuwbanen. De derde oogchakra ligt tussen de wenkbrauwen op het voorhoofd en beïnvloedt tijd, licht en bewustzijn. Deze is verbonden met de pijnappelklier die melatonine afscheidt en zo onze waak- en slaappatronen regelt. De keelchakra bevindt zich in de keel en is verbonden met de klier die groei en maturiteit beheerst. De hartchakra bevindt zich tussen de borsten dicht bij het hart. De hartchakra houdt verband met liefde, welzijn en balans en is verbonden met de thymusklier in de borst. Die de cellen produceert die ons immuunsysteem versterken. De navelchakra situeert zich in de buurt van de navel en heeft een invloed op het verteringsproces en onze energiehuishouding en hangt samen met de pancreas en de adrenalineklieren die een taak hebben bij de vertering en het omzetten van voedingsstoffen in energie. De sacrale chakra zit in het kruis en beïnvloedt seksualiteit, emotie en creativiteit. Deze hangt samen met de testicles en eierstokken en heeft zo een impact op onze emotionele stemming. De basischakra ligt tussen de anus en de geslachtsdelen en wordt beschouwd als de aardende chakra die instaat voor overleven, veiligheid en menselijk potentieel. De kundalini energie ligt in de basischakra aan het uiteinde van de wervelkolom en ligt klaar om op te klimmen om ons tot de hoogste spirituele niveaus van de kruinchakra te brengen. Coenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is auteur van het Sensatiehandboek, de verboden geheimen van persoonlijke en energetische ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van...